Simere is al anderhalve week spoorloos. Ze zou bij een vriendinnetje logeren, maar als haar vader naar dat vriendinnetje belt, blijkt ze daar al lang niet meer te zijn. Melanie zei ja, ik was met Simere, maar we zijn samen naar Albertijn iets te kopen. Toen is ze terug naar huis. Dus vanaf vier uur heb ik haar niet meer gezien. Het gezin maakt zich erg veel zorgen. Haar vader gelooft niet dat zijn dochter zelf is weggelopen. Dus uh, ze is gewonnen en uh, goed meisje die goed kan luisteren. In de hoop Cimere snel te vinden, plaatst hij dit bericht op Facebook. Sinds 27 juli is de kamer van onze Simere leeg. We hebben nog steeds geen idee waar ze is, schrijft hij. Ook plaatst hij er twee foto's van zijn dochter bij. Veel mensen hebben het bericht gedeeld en ook de politie zoekt mee. We hebben een aantal tips binnengekregen inderdaad. We hebben natuurlijk uitgebreid ook gesproken met haar familie en ook met haar kennissen en vrienden. We zitten nu inderdaad op een punt dat we echt graag met haar in contact willen komen. De familie van Simere is erg verdrietig. Ze hopen dat hun dochter snel gevonden wordt.